Vaak als we over diversiteit praten, ook als ik met studenten in de lerarenopleiding praat over diversiteit, dan is dat iets van de ander. Wij zijn de normale en dan heb je de andere en dat is de diversiteit. Maar dat is natuurlijk niet juist. En een van de concepten uit de feministische literatuur is het intersectionaliteitsdenken, het kruispuntdenken. Dit is een heel belangrijk kader om te kijken naar diversiteit. En we zijn veel meer dan één aspect en we zijn dus eigenlijk allemaal divers. Dit model, dat is een model dat dimensies identificeert die iemand zijn identiteit kunnen bepalen. Dat is natuurlijk niet alle dimensies, er zijn er veel meer. Maar ik wil toch eens kijken wat we hier vandaag in de zaal hebben. Eens kijken. Wie is er thuis opgegroeid niet in het Nederlands? Dat zijn er heel weinig. Dank u. Wie van jullie heeft een van de ouders die niet in Europa geboren is? Ja, dat zijn er ook niet zoveel. Dank u. Wie heeft ouders die allebei een diploma hoger onderwijs hebben behaald? Kinderen van hoogopgeleide ouders. Hallo. Dank u. Jullie mogen ook gaan zitten. Ja, ik kan zo blijven doorgaan, hè, maar ik denk als ik deze oefening zou doen met een zaal vol leerlingen, dat het voor bepaalde dimensies wel anders was. Maar goed, dat maakt ons niet minder divers natuurlijk. Wij zijn ook divers. Jullie zijn ook divers. Een heel belangrijk concept ook uit de diversiteitsliteratuur is het concept othering. Heel veel mensen bouwen eigenlijk toch wel zo hun identiteit op door zich af te zetten tegen wat ze niet zijn. En zo creëert je een groep van wij en de groep van zij. En dat is eigenlijk een benadering die het hokjesdenken in stand houdt en die kan belemmerend zijn om juist te zien waar dat de gelijkenissen tussen verschillende groepen zijn. Dus eigenlijk zijn er geen anderen, we zijn allemaal mens. En het trekken van grenzen tussen ons en zij en de ander is niet per se iets wat ons heel veel zal opleveren in leerprocessen. In elk geval moet je altijd heel goed stilstaan bij de opdelingen of de groepen of de categorieën van waaruit je denkt of werkt. En je heel bewust de vraag stellen, heeft dat een meerwaarde voor het leerproces van deze groep om die categorieën te gebruiken? Een ander iets wat ik vaak tegenkom, als het gaat over diversiteit, is dat ik soms studenten, collega's hoor zeggen van ah, maar voor mij, diversiteit, voor mij is iedereen gelijk. Ik maak geen verschil. Of ze nu wit of zwart zijn, of geel of rood, maakt allemaal niet uit. Dat is iets wat je vaak hoort. Maar wat eigenlijk ook het weggommen van iemand zijn identiteit is. Daarom deze foto van een soort van porseleinen, robotachtige persoon. Dus we kunnen onszelf niet uit ons lichaam halen. Dat is ook een concept uit de feministische literatuur. Disembodiment. En die stelt dus dat het ook geen zin heeft om te ontkennen dat ons lichaam een invloed heeft op hoe dat wij onze identiteit ontwikkelen. Als je geboren wordt als een heel kleine persoon of een heel grote persoon of met een beperking, dat zijn allemaal zaken die onze identiteit in zekere zin gaan bepalen. Soms door de situatie zelf, maar soms ook doordat het voor andere mensen een of andere betekenis heeft. En zo gaat het ook een invloed hebben op de ontwikkeling. Dus het negeren daarvan en het ontkennen van die verschillen is ook niet nodig. Het gaat om het zien van die verschillen en daar iets mee te doen en ons niet laten leiden door onze verwachtingen of stereotypen over die verschillen, maar feiten over die verschillen. Mijn doctoraat, gender en genderongelijkheid, toen ik daaraan begon en als ik sprak over diversiteit, discriminatie, ongelijkheid, dan
zei ik altijd, ja, de grote uitdaging van de komende decennia is niet zozeer het aanpakken van de manifeste, heel zichtbare, expliciete discriminatie, maar het aanpakken van impliciete, onbewuste discriminatieprocessen. En wat wij dan in ons onderzoek hebben gedaan, is die processen, die kleine, subtiele vormen van discriminatie gaan bestuderen met videoopnames, met enquêtes, met interviews, op heel veel verschillende manieren, om die kleine vormpjes van discriminatie te kunnen vastpakken. Ik denk het meest duidelijke, het meest concrete voorbeeld wat wij gedaan hebben, is dat we lessen hebben gefilmd met twee camera's. En dat die leerkrachten hun eigen lesopname daarna hebben herbekeken, zo snel mogelijk daarna. En daarbij heb ik hen gevraagd wat ze zagen, wat ze dachten, wat ze deden op bepaalde momenten van die les. Dan zag je eigenlijk een mooie gelijke verdeling tussen wat ze zagen of dachten over jongens en meisjes. Bijvoorbeeld, jongens en meisjes die praten evenveel, eigenlijk is daar geen verschil. Maar in de impliciet, als ze hun les waren aan het herbeleven en gewoon hun commentaren, hun gedachten waren aan het oprakelen van ah ja, zie, de Bram, hè. Dat is weer niet aan het opletten, hè. Het is altijd hetzelfde met die Bram. Dus als we die commentaren analyseerden, dan zagen we een heel grote ongelijkheid. Hè. Dus 3/4 van de negatieve commentaren ging dan over jongens, slechts 1/4 over meisjes. En zo zijn de leerkrachten zich wel een stuk bewust geworden van de beperkingen van hun eigen percepties. Maar de polarisatie neemt toe. Ik heb toch het gevoel dat ook de manifeste onverdraagzaamheid, de manifeste discriminatie, de heel zichtbare uitsluiting, dat die toch terug aan het terrein is aan het winnen. Deze uitspraak bijvoorbeeld vind ik toch behoorlijk expliciet. Voicing is ook een heel belangrijk concept, want wij zitten hier vandaag wel samen om een hele dag over diversiteit te praten, en over leerlingen te praten en over studenten te praten. En we praten altijd over. En waar zijn zij zelf om hun eigen stem te laten horen? Dus ik denk dat er ook hier nog heel veel ruimte is om te groeien. Om de mensen waar we over spreken als subject zelf meer te laten spreken. Als we alle stemmen horen, dan krijgen we ook die diversiteit van perspectieven. Maar op dit moment zijn er heel veel mensen die niet deelnemen aan de constructie en aan de creatie van kennis. En dus kunnen we de duisternis door de wetenschap en door het betrekken van al die verschillende stemmen proberen te overwinnen. En last but not least, de neurowetenschappers zijn het er steeds meer over eens dat de mens ook krachtig is door in netwerk te zijn met anderen. Dus wat dat wij moeten als mens niet meer van alles individueel onthouden als we dat als netwerk van mensen kunnen opvangen. Dus de toekomst voor leren ligt ook heel sterk in die connectie met anderen, in het samenwerken, in het delen van onze kennis, in het verspreiden van onze kennis. Dat is wat ons echt zal doen vooruitgaan. Dus collega's, laat ons samenwerken.